Nou, zijn we dan. Dag 2 van de klus. En eerst maar even verkleden. Zo. Nou, dat was verkleden. En gaan we nu aan de slag. Plan is om vandaag verder te gaan slopen. Ik heb gisteren spullen kunnen bestellen. Nadat ik eventjes had gekeken achter de platen wat er nodig was. Nou, viel niet eens tegen wat het allemaal moest kosten. Tenminste, altijd een hoop geld, maar kost slechter. En wordt als het goed is over 2 dagen geleverd. Dus daarom slopen. En als het goed is wordt vandaag ook de bak voor het afval geleverd. We kijken hoe vol we die kunnen krijgen. Tijd voor koffie. Nou, gaat best lekker. Tijd voor koffie. En ik weet niet precies waar het ontstaan is, maar bij verhuizen en verbouwen vind ik dat er roze koeken bij horen. De container is er ook. Kun je de troep in kwijt? Nog eventjes over. Help, mijn man is klussen. Help, mijn vrouw kan nog niet eens een boor hanteren. Hè? Hier was de boor. En ik ben misschien niet altijd even handig als Koen. Maar aldoende leert men. Ik draai maar eens een schroefje door. Soms moet Koen even helpen. Nou, dat was dag 2 van de verbouwing. Ja, wordt meteen voor mijn hoofd gemapt. Maar nou, het is lekker gegaan. We hebben de kamer van Dorian en van Filou hebben we weten te slopen. En nou, nog wat administratieve dingen gedaan. Dingen uitgezocht. De meterkast is afgekeurd. En er komt een nieuwe meterkast die weer helemaal up-to-date is. Ja, en ja, waar het eigenlijk allemaal om gaat. Zij gaan wonen in Beterswaag om terug naar dit bos te gaan. Twee keer Nora scheidt het in beeld. Dus ja, dan moet je ook gewoon even aan het eind van de dag er gebruik van maken. Nou, ik zie jullie allemaal binnenkort. Doei!